De Leyze geeft sinds kort met een kleurcode aan hoe gezond of ongezond de voedingsproducten van hun huismerk zijn. En Colruyt lanceert binnenkort ook die zogenaamde Nutri-score. Niet slecht, zeggen diëtisten, maar het probleem is dat het niet verplicht wordt. Fabrikanten kunnen dus alleen op hun gezondste producten zo'n label zetten en op de rest niet. En dan is het meer een reclamelabel dan een gezondheidsscore. Dus lezen eigenlijk van een etiket wordt op deze manier kinderspel. En het wordt zeer makkelijk voor een klant om te vergelijken of een product nu eigenlijk een A-score, een groene score heeft of een D-score heeft en dus eigenlijk minder evenwichtig is en waar we dus het gebruik toch wel een beetje van moeten beperken. De Leyze testen het label tot nu toe al op ontbijtgranen en yoghurt. Binnen 2 jaar willen ze alle producten van hun huismerk een gezondheidsscore geven. Ook Colruyt gaat de zogenaamde Nutri-score vanaf september invoeren voor al haar huismerkproducten. De score is een objectieve berekening op basis van positieve en negatieve elementen. Suikers, verzadigde vetten, calorieën en zout zorgen voor een rodere kleur. Vezels, eiwitten, groenten en fruit zorgen voor een groenere score. Zo moet de consument snel weten wat gezond is en wat niet. Je moet maar vooraan op de verpakking kijken en niet gaan verder lezen of gaan uitzoeken van wat mag ik of wat mag ik niet. Dus ik denk wel dat dat een vooruitgang is. Makkelijk is de score wel, maar volgens experts misschien net iets te eenvoudig. Toch is het belangrijk om een aantal bedenkingen toch naast te zetten. Bijvoorbeeld heeft de score geen enkele link met portiegrootte. En er zijn ook voedingsmiddelen die een groene score krijgen, die eerder gezond worden bestempeld, maar die toch bijvoorbeeld veel calorieën aanbrengen. En als je die ongelimiteerd gaat gebruiken, ga je toch een gewichtstoename kunnen hebben. Producenten zijn nu niet verplicht om de score te gebruiken. Maar door die vrijblijvendheid kan het label zijn doel zelfs helemaal voorbij schieten, zeggen experts. Ja, nu is het vrijblijvend, dus fabrikanten kunnen het inzetten meer als een reclame-stunt, als marketing gaan gebruiken. En bijvoorbeeld het alleen aanbrengen op producten die ze willen promoten. Producten die eerder groen scoren op de Nutri-score, maar eerder ongezonde producten bijvoorbeeld niet gaan labelen. Waarvoor het voor consumenten onduidelijk kan worden, is dit een voorkeurproduct? Ja of nee? Minister van Volksgezondheid De Blok zegt dat ze het label niet mag verplichten van Europa. Maar ze blijft erbij dat het ook zo een goede zaak is. Maar als de producent zelf kan kiezen of hij het label op zijn producten plakt, gaat het dan wel zin en nut hebben? We hebben uit de evaluatie in Frankrijk, waar het al meer dan een jaar geleden is ingevoerd, gezien eigenlijk dat het een dynamiek teweeg brengt. Ten eerste dat men bijvoorbeeld bij ontbijtgranen ziet dat de meeste producenten eigenlijk liever naar de gezondere ontbijtgranen evolueren. Anderzijds dat het, als de consument het vraagt, dat meer en meer producenten het ook gaan labelen. Het onderzoek in Frankrijk blijkt dus inderdaad dat mensen wel degelijk gezondere keuzes maken als er zo'n Nutri-score op de producten staat. Dan kopen klanten bijna 10% gezondere producten.